Vertel even wie je bent. Ik ben Yvonne Veenendaal en ik werk als projectleider binnen het project Kwartier maken in de wijk. Wat zou jij graag met de anderen hier willen delen? Wat ik graag zou willen delen is vertellen over het project. Een project waar ik heel erg enthousiast over ben, is op initiatief van de RIBW in Ede gestart. Heeft geresulteerd in een samenwerking tussen Welsteden en de RIBW. En het doel van dat project is om mensen met een achtergrond in de geestelijke gezondheidszorg weer mee te laten doen in de wijk. En hoe doe je dat dan? Dat doen wij door dat we kwartiertafels hebben opgezet. Dat doen we in verschillende wijken in Ede. Bij die kwartiertafels zitten we met een aantal zorg- en maatschappelijke organisaties bij elkaar, waarin we kijken van welke cliënt heeft nou ondanks zijn of haar beperking het talent wat hij graag in zou willen zetten in de wijk. Dan kijken we in de wijk waar is er behoefte aan. Stel er is een mevrouw die moeilijk nog kan lopen, maar die wel een hond heeft die uitgelaten moet worden. Dan zou het zomaar eens kunnen zijn dat er iemand is die zegt van goh, ik zou dolgraag een hond hebben, maar eigenlijk kan ik die verantwoordelijkheid niet aan. Mag ik je hond 1 of 2 keer in de week uitlaten? Win-win, iedereen blij. En dat is wat we bij die kwartiertafels doen. Dus eigenlijk een stukje vraag en aanbod bij elkaar brengen. En wat bereik je daarmee? Wat ik daarmee bereik, of nou niet alleen ik, hè, maar dat doen we met elkaar natuurlijk. Wat we daarmee bereiken is dat mensen die ofwel al in een isolement zitten of dreigen daarin te raken, weer mee kunnen doen in de maatschappij. En de wijkbewoners er bewust van kunnen maken van goh, ik zie die buurman, ik noem maar even een voorbeeld, bijna nooit buiten komen. Beetje vreemde man. Maar wat zij niet weten is dat die man die bijna nooit buiten komt een hele goede loodgieter is. En die kan die buurman misschien wel helpen, ervan af helpen dat zijn dakgoot lekt. Ja, dus dan is het eigenlijk de talenten die mensen hebben in zicht brengen. Ja, zeker. Ja. Ja. Wat zou je graag willen? Ik zou graag willen dat dit project nog meer bekendheid krijgt bij de bewoners van Ede. Daar zijn we ook al hard mee aan het werk, want ik doe dit natuurlijk niet alleen. Ik doe dit samen met een collega kwartiermaker en een cliënt kwartiermaker. En die gaat zo meteen haar ervaringsverhaal vertellen. Wat wij zouden willen is dat er meer bekendheid is. En ja, dat mensen zeggen van, hey, wat leuk, ik ga een vraag plaatsen of ik ga een aanbod plaatsen. Zodat we weer samen meedoen. Als we het dan hebben over samenleven in Ede, denk ik dat dit een heel mooi voorbeeld is. Goed, dan hoop ik dat wij jullie een podium hebben kunnen bieden, zodat die bekendheid er ook echt komt. Dankjewel, dat is gelukt.